De eerste ideeën rond een verdedigingswal in de Gelderse Vallei stammen uit de Tachtigjarige Oorlog na het bezet van Den Bosch in 1629. Verdedigingswerken moesten de belangrijkste toegangswegen afsluiten door de moerassige Gelderse Vallei. Toen men in 1672, het rampjaar, vertrouwde op de IJsselinie, bleek deze niet te voldoen. Uiteindelijk werden de Franse troepen tot staan gebracht door de oude Hollandse waterlinie, hetgeen de kracht van een inundatiestelling bevestigde. Tegelijkertijd bleek de kwetsbare factor, de tijd die nodig was voor inundaties, ofwel de onderwaterzettingen zelf. Er was dringend behoefte aan een voorverdediging die Holland meer tijd gaf om de inundaties te stellen, de Gibbelinie. De Gibbelinie is vrijwel geheel aangelegd in de 18e eeuw, van 1744 tot 1799. Aan de voet van de Heimenberg ligt het imposante hoornwerk aan de Gebbe. Reindert Stellingwerf neemt ons mee, want de Gibbelinie en het hoornwerk worden weer in stelling gebracht, nu tegen de oude bondgenoot, het water zelf. Welkom allemaal op de excursie bij de Gibbeliniedijk en de Gebbedijk. Mijn naam is Reindert Stellingwerf, ik werk bij het waterschap Vallei en Veluwe als adviseur waterkeringen. Ik ben veel bezig met de veiligheidsbeoordeling om te kijken of de dijken voldoen aan de norm, aan de eisen die ervoor gelden. Ik werk aan de Gibbedijk, dat is een project waar de dijk versterkt moet worden. Nou, daar gaan we dadelijk wat dieper op in. Ik geef advies aan het dagelijks beheer, wat daarvoor nodig is. We staan hier op de Gibbesluis. Dat is een belangrijk punt voor deze excursie. We staan op het meest zuidelijke punt van de Gibbelinie. Een heel systeem van vestingwerken, grondwerken, van inundatiewerken, waarmee in de 18e eeuw de defensie was geregeld. Deze inlaatsluis die laat vanuit de rivier die hier achter mij is, dat is de Nederrijn. Vanuit de rivier laat die water in om de verderop gelegen gebieden onder te laten lopen, zodat daar een ruime vlakte van water is die de vijand kon tegenhouden. Dit speelt allemaal in de 18e eeuw toen dat is aangelegd om de vijand, en dat was in die tijd de Oostenrijkers, om die tegen te houden. Nou, dit waterinlaatwerk moet natuurlijk verdedigd worden, want anders is het belangrijkste punt van je systeem niet meer zeker. Dat verdediging die werd uitgevoerd door een fortificatie. En die fortificatie die bestaat uit een hoornwerk. Nou, we staan bij het Gibbelinie hoornwerk, of de Gibbedijk hoornwerk. Een hoornwerk ziet er als volgt uit. Je hebt een bastion, een dubbel bastion dat de sluis beschermt. Verderop heb je een soort voorgelegen tenaille en daarvoor heb je nog een aantal courtines waar opstelplaatsen waren voor het geschut en voor de manschappen. Een aardig onderdeel van deze Gibbedijk is ook dat daar in de tijd stukken versterkt zijn of steviger gemaakt met een gemetseld muurtje. Dat zorgde dat er dat golfslag niet de dijk weg erodeerde. Het hield ook natuurlijk aanvallers tegen die met hun bootjes daardoor niet makkelijk de dijk op konden komen. Midden in deze dijk is in de jaren 90, na de hoogwaters van de jaren 90, is hier een stalen damwand ingezet, zodat we de dijk niet breder hoefden te maken. We maken nu de dijk klaar met het HWP-project Gibbedijk voor de komende eeuw. Het leuke is dat we de waterveiligheid hier echt combineren door een maatregel aan een cultuurhistorisch vestingwerk. Dat betekent echt dat het vestingwerk onderdeel wordt van de dijkversterking. Zonder de maatregel aan het vestingwerk hadden we een andere variant moeten kiezen. Hier integreer je dus echt de cultuurhistorie en HWP dijkversterking. Er is ook een erfgoeddeal voor gesloten.
Ja, we zijn inmiddels een heel stuk verder opgelopen richting het westen. We staan nu bij het werk Krachtwijk. Dat is ook een Grebbelinie-fortificatie of vestingwerk. Wat hier beschermd werd is de Hoge Horsterweg. Dit dijkje was een soort keerkade. Die keerkade is natuurlijk wel het hoogste punt tussen die watervlaktes. En dat was dus weer een potentiële toegang voor de vijand. Dus die werd bewaakt en daarvoor is de fortificatie die je hier ziet aangelegd. Dit werk, het werk bij Krachtwijk, bestaat ook uit eigenlijk dezelfde vorm als het hoornwerk in Rhenen. Het bestaat uit twee halve bastions die aan elkaar gekoppeld zijn. Hier is ook dat hele fort weer teruggebracht in oorspronkelijke toestand. Het is nog steeds de primaire kering en met die hele steile taluds krijg je eigenlijk qua waterveiligheid niet gauw een dijk die stabiel genoeg is. En daarom is in deze hele dijk ook een stalen damwand ingebracht. In het ontwerp is uiteindelijk uitgegaan van het terugbrengen in de staat van de tijd van de Grebbelinie. Dat heet het Grebbelinie-profiel, noemen we dat. En dat is hier heel duidelijk zichtbaar in een geprofileerde dijk met een behoorlijk steil buitenbeloop. Dat is de kant waar de soldaten liggen, in stelling zitten. Het werk bij Krachtwijk is in 2019 in beheer genomen. De Grebbedijk en het hoornwerk aan de Grebbe worden vanaf 2024 verbeterd. Meer informatie op grebbedijk.com.